misma. Con todo eso. Nou, we gaan het eens even dicht bekijken. Voor mij wil ik een 12 uur app. En dan kan je zoveel uur voor app en zoveel uur na app, zeg maar. Kan je hier het strand bezoeken? Ja, en dan komt de water weer deze kant op, hè? Ja. Bizar dit. Nou, die laagjes ook. Kijk, dat dit liggen we allemaal klotst het water hier tegenaan. Ja. Nee, ik denk dat het donker. Nee, wel goed denk ik. Spooky spooky! Je moet toch niet gaan zitten dat water hebben? Oh nee! Oh, bizar dit! En die kan je doorzakken. Kijk dan! Oh, hier is het veel lichter! Kijk dan, op de film is het veel lichter! Jee, oeh! Gaaf dit! Hier zit in de grond. Ik draai hem even om. Hier lopen de mensen. Ja, moet je kijken joh. Al die laagjes ook. Ja. Moet je bukken. Oh, kijk eens, wat een mooie kleur, joh. Waar ben je nou? Kijk, het is allemaal hele kleine schelpjes op. Van de schuilen die ik net doe. Dus het licht in, hè? Ja, nu! Pas op, glijd niet uit, hè? Ojo! Oh echt? Oh ja. Oh, je hoort het ook. Oh gaat ze ja.
toen heb ik een foto genomen van die mini-mosseltjes. Oh ja. En mijn vinger ernaast. Kun je zien hoe groot ze zijn? Ik zag een muntje, ik krijg een muntje bij me. Het water komt al aardig dichterbij. Hier. Die gekke oranje dingen. Wat is het? Oh. Nou. Ja, dit is het. Kort toch? Ik weet niet of ik meer ijs wil dan nu. Oh ja, is goed. Wat een bijzondere plek, hè? Ja. Nou, eens maar eens even water tappen. Nou ja, zo heeft elke kraan weer zijn eigen... aansluiting. Aansluiting, hè? Kijk nou, ik wil ook zo'n kraantje thuis. Dat is toch schattig. Kikkertje. Nou, kijk of die doet. Dag, hier al jouw schoenen en mijn schoenen aan de deur. En van alles in de camper. Zelfs de fietsjes. Kijk, Bubbe's fiets heeft hij dubbel gevouwen. En die van mij staat in de lengte erin. Op een rail. Hier hebben we de stoeltjes, matje. En nog ruimte voor twee kratten om... gewoon lekker je troep in te doen. Zo. Ik heb vakantie. Ja, toch? Is het nou al klaar? Eentje. Wat ga je eigenlijk ontzettend asociaal doen als je een hele camperplaats voor jezelf hebt? Ik vind het wel een gave plek eigenlijk.